overtuigd dat het een impact gaat hebben. De kilometerheffing gaat een impact hebben. En de voordelen vandaag zie ik nog niet. Men zou kunnen zeggen naar buitenlandse transportondernemingen dat zij dan moeten ook meebetalen aan onze Belgische infrastructuur. Alleen vandaag betalen ze ook al. Ze hebben ook, vandaag moeten ze ook een wegentaxvignet hebben dat ze jaarlijks moeten betalen. En het toppunt is dat wij als transportbedrijf niet alleen de kilometerheffing gaan moeten betalen, maar ook nog eens die wegentax, want die geldt voor Benelux. En aangezien wij ook naar Nederland en Luxemburg rijden, dat we bij de kilometerheffing ook nog eens die tax gaan moeten betalen.